Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Goedemiddag iedereen. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Wevers. Meneer Wevers, goedemiddag. Goedemiddag. En welkom namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Wij doen onderzoek naar het stelsel van woningcorporaties en naar alle incidenten die daar gebeurden. En we willen dus weten wat er nou is gebeurd en hoe dat kon gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Vandaag concentreren we ons wederom op Vestia, de grootste casus die we onderzoeken. In dit verband, meneer Wevers, wordt u gehoord als getuige. En dit verhoor vindt plaats onder ede. U heeft gekozen voor de belofte, dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even wilt gaan staan en mij nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede. Neemt u plaats, meneer Wevers. De microfoon die kan het hele verhoor aanblijven. Meneer Wevers, u was van 1992 tot 2013. Meneer de voorzitter, mag ik even vooraf. U heeft een punt van orde, begrijp ik. Ja, dat klopt. Ik heb bij de besloten voor ook al gemeld en ook recent nog in de mail dat ik problemen heb ten aanzien van mijn gezondheid. Dat betekent dat het voor mij lastiger is om te concentreren. Ik weet niet hoe lang het verhoor doet, maar het bestaat. Ik verzoek u, indien ik dat aangeef, dat ik een korte pauze zou kunnen hebben van 5 minuten. Onze commissie zal rekening houden met uw gezondheid. Ja, verder vanwege het concentreren heb ik gekozen om ook de vragen op te schrijven. Maar... Ja. Het zal wel af en toe noodzakelijk zijn dat we dan even doorvragen, et cetera. Maar we zullen er rekening mee houden, meneer Wevers. U was lange tijd, een jaar of 21 in totaal, werkzaam bij Vestia en lange tijd als directeur financiën en control. U bent zelf bedrijfseconoom, begrijp ik. En u bent ook, heeft daarna ook een postdoctorale opleiding accountancy gevolgd. Dus als hoogopgeleid man kwam u ook hoog in de boom bij Vestia, financieel eindverantwoordelijke. Wij onderzoeken de grote hoeveelheid complexe derivaten die Vestia in de loop der tijd heeft gekocht. En we onderzoeken ook dat door de lage rentestand er veel sprake was van bijstortverplichtingen door Vestia. Die hebben uiteindelijk geleid tot een bijna faillissement. Dus in dit verband zal de commissie u vragen stellen over uw rol in het financieel beheer van Vestia als directeur financiën. En ook bij de opbouw van die derivatenportefeuille en de organisatie van de treasury, dus uw controlerende taken. Ja? Prima. Goed, meneer Wevers. Ik zou het eerst even willen hebben over de treasury, hè, de afdeling waar het kasgeld wordt beheerd. Daar zat meneer De Vries. We hebben een financieel statuut aangetroffen bij Vestia. Dat regelt de bevoegdheden en de belangrijkste besluiten die werden in de praktijk genomen door de treasurycommissie. Klopt dat? Inderdaad, dat klopt. Daar zaten de heren Staal, De Vries en u zelf in. Kunt u ons vertellen hoe de besluiten van de Treasury-commissie werden vastgelegd? De Treasury-commissie had een behoorlijk grote frequentie
van bij elkaar komen. Dat kon zijn wekelijks, maar het kon ook soms dagelijks, maar soms kon ook de tijdspanne die daar binnen zat, kon ook ruimer zijn. Vestia is een informele organisatie. En dat betekent dat er heel weinig vastleggingen zijn ten aanzien van de overleggen van de Treasury Commissie. Waren wel verslagen van besluiten van de Treasury Commissie? Er waren bijna zeer weinig verslagen en zeer weinig besluiten. De mensen die, de drie namen die u noemde, de heer Staal, de heer De Vries en ik, waren bijna altijd gedrieën daarbij aanwezig. En er werden heel weinig vastleggingen gedaan. Wie had het nou in de dagelijkse praktijk vooral voor het zeggen binnen die commissie? Wie was de sturende kracht? Als we kijken van de persoon die de meeste input leverde, dan was dat vaak de heer De Vries, die een weergave gaf van wat er gebeurt op de kapitaalmarkt, op de geldmarkt, wat er gebeurt bij collega-corporaties, zoals hij dat mee heeft gekregen in de bankaire wereld. Er was natuurlijk ook input van de heer Staal en van mij, en dat kon zijn van sectorale ontwikkelingen. Maar er kan ook ontwikkelingen zijn vanuit het WSW Centraal Fonds. Maar de meeste input werd gekomen van de heer De Vries. Wie had nou de feitelijke verantwoordelijkheid over de liquiditeitsrisico's en het risicobeheer bij Treasury? Ja, ik weet niet of ik dat zo expliciet zou kunnen stellen. Kijk, het belang voor de Treasury Commissie of was dermate groot. De heer Staal maakt er als bestuurder altijd onderdeel van uit. Als je gaat kijken, het is mijn rol wel het leiding geven, ook aan de financiën en controle. En daar was Treasury een van de onderdelen van. Wie was nou, als je van buiten naar Vestia kijkt, eindverantwoordelijk voor het liquiditeitsrisicobeheer? Ja, eindverantwoordelijk is het altijd het bestuur. En uw eigen rol als directeur financiën? Laat me zeggen, mijn rol als directeur financiën is natuurlijk ook om te kijken van hoe ontwikkelt zich de liquiditeiten. Ook ten opzichte van de begroting. Zitten daar belangrijke afwijkingen in de begroting qua investeringen, desinvesteringen? Zitten er belangrijke afwijkingen in, zoals we met enige regelmaat hebben gehad, fusies ja of nee? Want dat zijn natuurlijk belangrijke factoren die daarin meespelen. Het was voor mij wel degelijk ook een belangrijke rol om daar ook gewoon goed naar te kijken wat daarvan de effecten waren. Mm-hmm. De heer De Vries die was treasurer, die sloot derivatencontracten. We hebben uit de stukken geleerd, meneer Wevers, dat de heer De Vries zeker na een wijziging van het financieel statuut in 2011 een onbeperkte volmacht had voor het sluiten van die derivatencontracten. Wat vond u daarvan? Dat hij toch wel ruimhartig zijn gang kon gaan? Even bij mijn weten was de volmacht voor de heer De Vries was al op een eerdere datum dat hij onbeperkt bevoegd was om dat te doen. Mm-hmm. Dat blijkt, als ik me goed herinner, uit de volmachten die ook richting de banken zijn verstrekt. Mm-hmm. Waarbij in feite drie personen bevoegd zijn, individueel. Dat was de heer Staal, de heer De Vries en ikzelf.
waarbij wel geldt dat het afsluiten van de derivaten bij mijn weten, volgens mij geldt dat bijna voor alle jaren, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, door de heer De Vries is gedaan. Wat vond u ervan dat een treasurer, in dit geval De Vries, onbeperkt zijn gang kon gaan bij het sluiten van derivatencontracten? Wat vond u daarvan? Ja, het is het grootste mandaat, vrij vertaald, wat er is. Nou, het kan nog in die zin wel ruimer als je zegt ook nog de contracten tekenen. De bevoegdheid voor het tekenen van het contract ligt altijd bij de heer Staal. De keuze voor de onbeperkte volmacht is ook voor een belangrijk deel ingegeven van hoe werkt het afsluiten van derivaten of het afsluiten van leningen. Je hebt contact met de banken. Je moet snel reageren. Een prijs blijft vaak maar 10 minuten, een kwartier blijft hij staan. Dus het is wel de keuze die gemaakt is, maar dan moet je ook heel sterk vanuit praktische overweging, gekoppeld ook aan het vertrouwen. Wat zowel de heer Staal als ik ook had in de heer De Vries. Als De Vries een deal sloot, dat ging dan per mail, begrepen wij, dan volgde daarna een zogenaamde pre-confirmation, vrij vertaald een soort voorbevestiging, we hebben een deal. En daar stonden ook nog wel vaak mededelingen in over de betaling van een fee aan een tussenpersoon. Welke mensen binnen Vestia kregen zo'n pre-confirmation via De Vries te zien? De pre-confirmation ging van de front office naar de back office. Binnen Treasury? Binnen mijn afdeling. Ze zaten niet fysiek bij elkaar, ze zaten op een andere locatie. U vermeldt de fees. In de pre-confirmation die bij de back-office kwam, was op een of andere wijze, stonden fees daar niet vermeld. Laten we zeggen, in 2012, na de inval, bij de Fiat, bij mij als getuige, bij de heer Staal als getuige en bij de heer De Vries als verdachte, kreeg ik 's avonds te horen dat het te maken had met ook met tussenpersonen. Mijn beeld was, Vestia doet geen zaken met tussenpersonen. Ik heb een van de dagen daarop aan de medewerker back-office gevraagd van, goh, hoeveel hebben wij de afgelopen jaren nu betaald aan provisie voor tussenpersonen? En toen? Het opmerking was, ja, maar wij werken niet met tussenpersonen. Ze heeft nog nagekeken en zegt, nou, in de periode, het is al 2008-2012, is er slechts een paar duizend euro aan provisie betaald. Dat ging nog over geldmarktzaken. Even heel helder, de pre-confirmation, dus niet de latere confirmation, maar die pre-confirmation, mm-hmm. Wie kregen die naar uw mening te zien? Ja, even, laat me zeggen, het kan zijn dat het uitsluitend de confirmation is, maar wat bij de back-office kwam, en ook dat zijn ook de stukken die ik altijd gezien heb, of de stukken die ik gezien heb, daar stond nimmer vermeld een vergoeding voor een tussenpersoon. Die stukken er stonden geen fees vermeld. Die stukken die u zag, dat waren de confirmations. Dat vermoed ik dan. Ja, die koppen kan ik mij niet meer herinneren. Wist u zelf dat De Vries derivaten afsloot die giftige clausules bevatten? Ja.
Hey, wat is uw definitie van giftige clausules? Nou, daarmee bedoel ik dat je derivaten kunt afsluiten die verband houden met het afdekken van een renterisico. Vestia had variabele leningen, variabele rente. Dat schommelde in die laatste jaren rond €1 miljard, het variabele deel van de leningen van Vestia. Maar de Vries sloot niet alleen renteswaps, standaardderivaten om dat af te dekken. Mm-hmm. Hij sloot een heleboel contracten, gestructureerde derivaten met heel exotische namen, met allerlei gekoppeld aan allerlei onzekere indices, et cetera. Dus giftige derivaten waarvan je niet meer kunt overzien wat ze uiteindelijk voor je eigen financiële positie betekenen, en waarbij banken wellicht het grote voordeel krijgen. Dat soort derivaten, wist u toch van dat de Vries ook daarmee bezig was? Ja. Even, ik weet dat de heer de Vries ook de niet-standaard producten afsloot. Dat de winst daarmee altijd automatisch naar de banken gaat. Even, die opmerking laat ik even voor u. Wat dan zeggen, dat kan. Ik heb daar geen bewijs van. Er komt een prijs tot stand. Mm-hmm. U geeft ook aan het niet hebben van zichten op de effecten van die derivaten. Ik weet dat de heer de Vries alle afgesloten derivaten bijhield in een Excel-bestand. Mm-hmm. De back-office daarentegen hield de derivaten, of werden de derivaten geadministreerd in een applicatie van SG. En minstens één keer per jaar was er een afstemming op tussen SG en de Excel-applicatie. En die afstemming werd gedaan door de back-office. Mm-hmm. Daarmee is dat de basis, dan weet ik in ieder geval, alle derivaten ook in de Excel zitten. Mm-hmm. Bovendien vindt er ook nog één keer per jaar een afstemming met de banken plaats. Ja, maar als ik even mag onderbreken, het feit dat er dus wel heel erg veel derivatencontracten bij zaten bij dat pakket wat de Vries in zijn Excel had zitten, die niet één op één gelinkt waren aan het afdekken van renterisico op de variabele leningen van Vestia. Daar wist u van, zegt u net. Wat vond u van het risico ervan dat je dat doet als corporatie? Ja, u legt de link tussen het soort product en het één op één afdekken van renterisico. In ieder geval behalve in volume, hè, in volume. Als het volume in variabele leningen rond €1 miljard zit, en je hebt eind 2010 al 10 miljard aan nominaal derivatenvolume. Dat gaat daarna van 17 uiteindelijk naar 23 miljard. Dan zit daar een disbalans tussen wat je aan derivaten totaal hebt en welk variabel deel van je portefeuille leningen je wil afdekken. Dus daar vraag ik u naar. Dat is een wanverhouding op een gegeven moment. Dat blijkt uit de stukken. Daar wist u van. Maar wat vond u zelf van de risico's daarvan? Nou, even over de getallen. Wat ook in de jaarrekening werd gepresenteerd was de netto-positie. De netto-positie is geconfronteerd met variabele leningen. Leningen die vervallen binnen de eerstkomende 10 jaar. En ook nog leningen die nog afgesloten moesten worden. Er werd ook altijd in de Treasury-commissie gevraagd, is Vestia niet overhedged? Nou, in de spreadsheet van de heer de Vries, als ik een steekproef nam ten aanzien van de derivaten, zag ik dat de geldstromen voortvloeiend uit de derivaten daarin opgenomen waren. Dat de kasstromen verbonden aan rente, dat dit tegenover elkaar werd gezegd. Ik heb ook in over 2008 en 2009 heb ik Deloitte Financial Advisory Services ingehuurd om ook te toetsen van gebeurt dat op een correcte manier en heeft Vestia niet te veel derivaten.
Daarvan is de conclusie van Deloitte van 1. Even in het kader van RJ 290, dat de richtlijnen voor de jaarverslag in 290, die gaan over financiële instrumenten. Dat is misschien een beetje te technisch, dan volgen mensen dat niet meer hoor. Dat kan, maar ik vind het wel even relevant om aan te geven dat er een toets plaatsvindt tussen het kader, zoals dat geldt ook voor de jaarverslaggeving. Mm-hmm. De volumes aan derivaten die Vestia had. En of dat ook passend was. Of dat het onderbouwd was met cijfers in het kader van de meerjarenprognose. Mm-hmm. Hoe de meerjarenprognose tot stand was gekomen. Of Vestia een teveel aan derivaten had. Of er sprake was, even, exotische producten. Mm-hmm. RJ 290 geeft de mogelijkheid om dat op portefeuille niveau te bekijken. Maar even terug naar de basis, meneer Wevers. Afdekken renterisico's, akkoord. Maar vervolgens, de Vries schreef zelf financiële producten, swaptions, werden zelf gecreëerd en aangeboden bij banken en daar werd premie voor gevangen. Wat vindt u ervan als directeur financiën van een woningcorporatie dat je dat doet? En daarmee een zeer complexe, zeer grote portefeuille opbouwt. Dus is een vraag aan u, even niet gerelateerd aan jaarverslaggeving. De Vries schreef swaptions. Ja. Vestia was een investerende woningcorporatie. Ieder jaar, in de meerjarenprognose, gingen we uit van 750 tot bijna 1000 nieuwbouw huurwoningen per jaar. Mm-hmm. Bij nieuwbouw huurwoningen die kost al snel 170.000 euro per stuk. Heb je het over geïnvesteerde vermogens van 150 à 170 miljoen. Als je kijkt hoe de kasstromen daarbij, dan is de financiering, een van de belangrijkste componenten. De swaptions, daar kom ik nu even op terug. De premie die daar op ontvangen werd, werd verdisconteerd in de lasten voor de beginjaren, zoals je negatieve exploitatieresultaten hebt voor een woning. De huur is dan vaak al niet voldoende om de renteopbrengsten uit te bekostigen. De swaptions hadden wel het kenmerk dat er een cap op zat, dat een gemaximeerd percentage. Dan weet ik niet of het voor alle swaptions is, maar Vestia heeft regelmatig swaptions gehad waarbij de rente 4,5% maximaal was in de optie. Terwijl bij de investering gecalculeerd werd met 5 à 6% rente. Maar moet ik nou concluderen, meneer Wevers, dat u het wel goed vond dat de Vries dat deed, deze producten? Het is best een technisch verhaal, maar even een beetje simpel, ook voor de mensen thuis misschien, het overzicht. U vond het wel goed dat de Vries dat deed? We hebben dat besproken en daar is ook toe besloten in de Treasury Commissie. Mm-hmm. Maar wel onder het fenomeen dat er een cap op zit, dat er een maximering in zit. En dan kom ik toch even terug op Deloitte FAS, Financial Advisory Services. Die hebben ook aangegeven, niet alle producten kwalificeren als een hedge-instrument. Mm-hmm. De portefeuille als geheel wel. Mm-hmm. Kon u de risico's zelf overzien als directeur financiën van alles wat er gebeurde met die derivaten? Als ik kijk naar de derivatenportefeuille, er werden in de Treasury Commissie altijd een aantal vragen gesteld. Ook aan de heer De Vries. Dat ging onder andere over, is Vestia, hoe zit het met de hoeveelheid derivaten ten opzichte van het
maximaal af te dekken bedrag. Is Vestia niet overhedged? Dat is één. Twee is, hoe zit het met de basispuntgevoeligheid? Mm-hmm. En drie, hoe is het verder met de marktwaarde? In dat kader, de registratie in SG kon geen marktwaardes berekenen. De Excel-sheet van de heer De Vries ook niet. Dus hoe zat het met uw begrip van al die producten, uw eigen begrip? Dat zat redelijk goed. Ik ben geen specialist ten aanzien van derivaten. Goed. Dat is ook een van de redenen om Deloitte VAS, Financial Advisory Services, om de specialisten te vragen. Komen we straks nog even op, meneer Wevers. Het feit dat er tussenpersonen zaken deden en met De Vries en dat er ook fees werden betaald. U zegt, ja, dat was toch een grote verrassing. En ook de medewerkster van de back-office, zegt u, die zegt, nee hoor, er zijn geen tussenpersonen. Ik heb hier wel een brief van Deutsche Bank, een van de grote derivatenleveranciers van Vestia door de jaren heen. Die brief is van 2005. Toen zat Staalder en u zat er ook als financieel directeur. En in die brief zegt Deutsche Bank, geweldig meneer Staal om zaken te doen met Vestia, met meneer De Vries, heel fijn. En FIFA Finance als tussenpersoon is voor ons ook allemaal prima. En de premies die wij daaraan moeten betalen, die zullen we verdisconteren in de aan Vestia aan te bieden producten, derivaten. Deze brief die is gericht aan Staal. Weet u van deze brief uit 2005, waarin FIFA Finance en te betalen fees worden genoemd? Van deze brief heb ik kennis genomen tijdens een conference call met de Deutsche Bank. Mm-hmm. En dat is geweest na de inval bij van de Field en het Openbaar Ministerie. En daar liet een van de medewerkers van Deutsche Bank, van de bank, zei van het bestaan van deze brief. De brief zelf heb ik nooit gezien. Tijdens mijn verhoor bij de FIOD heb ik daar naar gerefereerd. Het was mij een complete verrassing. Ik kende de brief niet. Ik wist zelfs niet van het bestaan van FIFA, in dit geval FIFA Finance. Wanneer was die conference call waarin u daarvan hoorde, van die brief? Ongeveer? Dat zal een of een paar weken geweest nadat de Field inval was geweest. Dat is ergens eind april, begin mei. 2012? Dat is 2012. Ja, af en toe ga ik de jaren door elkaar halen. Nee, akkoord. Even voor de helderheid en de notulen hier. Goed, dus die brief die kent u niet en u hoorde pas na de FIOD-inval van die brief. Inderdaad. Helder. Meneer Bashir, nog aanvullend op dit punt? Op dit punt? Waar is dan volgens u, meneer Wevers, deze brief naartoe gegaan? Want het is gericht aan de heer Staal. De heer Staal zegt van ja, ik ken de brief niet. Wat verklaarde hij hier? Waar moet de brief dan zijn beland in de organisatie? Ja, ik vind dat lastig. Ik weet niet of de brief is meegegeven aan iemand. Misschien aan de heer De Vries met een. Ik weet zelfs niet of hij via de post is gegaan of hij is meegegaan. Ik kende de brief niet. Ik zeg inhoudelijk, ik heb hem ook zelfs nooit gelezen of wat dan ook. Dan zeg je, de heer Van Vliet refereert eraan. Ik heb de brief nooit gezien. Nee, duidelijk. Ja. Ik weet niet of hij is binnengekomen, als hij al binnen is gekomen, of dat hij ter hand is gesteld van de heer Staal. Ik weet het niet. Ik ken hem niet. En het kan zijn dat hij misschien rechtstreeks naar meneer De Vries is gegaan. En misschien is hij zelfs niet binnengekomen, maar is hij meegegeven? Ja. De heer Van Vliet vroeg net ook naar de verslagen van de Treasury-commissie. De heer Staal vertelde hier bij ons dat
er altijd verslagen werden gemaakt en dat die verslagen er ergens moeten zijn. U zegt, het werd slecht gedocumenteerd. Hoe kan het dat de heer Staal ervan overtuigd is dat er verslagen moeten zijn? Ja. Er zijn een paar vergaderingen geweest, letterlijk met verslaglegers. Zijn er niet veel. Dat weet ik wel. Misschien dat hij beschouwt als treasurycommissie het zeer kort bij elkaar zijn van Staal, de Vries en mijn persoon. Dat hij dat niet beschouwt als een officieel overleg van de treasurycommissie. Ja, als, voor mij geldt als de drie personen daar bij elkaar zijn en bespreken zaken van de treasury. Ja, het zijn dezelfde personen. Ja. Is dat best lastig. Weet u ook wie verantwoordelijk was voor het maken van de verslagen? Was u dat als directeur financiën? Als de verslagen gemaakt werden, deed de heer De Vries dat. Maar er zijn weinig verslagen gemaakt. Het zou natuurlijk ook kunnen, meneer Wevers, dat die brief van Deutsche Bank is onderschept door De Vries, of dat Staal een blind aan De Vries heeft gegeven. Zou dat kunnen? Dat zou kunnen, weet ik niet. Goed, meneer Wevers. Even terug naar de derivaten en hoe treasury maar, was. Dat had op voor mij, heb dat al gezegd, van hoe het zou kunnen gaan. Dus ja, nee, dat is duidelijk. Staat genotuleerd. De treasury department bij Vestia, dat was een financieel statuut dat regelde wie wat mocht. We zien dat De Vries, u zegt net zelf, al vanaf 2002 onbeperkte bevoegdheden had. In die zin dat hij die derivatencontracten snel mocht aangaan. Maar in het statuut van 2002, het financieel statuut, daar staat in dat De Vries geen open posities mag innemen. Terwijl in de praktijk zien we dat hij al heel vroeg grote aantallen derivaten afsloot, die pas op langere termijn ingingen. Er waren nog helemaal geen leningen voor. Dat zouden we een open positie noemen. Hoe verklaart u dat hij dus wel ruim dingen deed die zelfs volgens het statuut van 2002 niet mochten? Allereerst, bij mijn weten heb ik niet gezegd dat vanaf 2002 de heer De Vries al een onbeperkt mandaat had. Sinds wanneer dan? Nee, ik heb gezegd dat het voor 2011 was. Ja. Ik kan me niet herinneren wanneer het jaartal dat de volmachten naar de bank zijn gegaan. Zeg maar, of dat, ik heb niet gezegd vanaf 2002, even dat ter aanvulling. Oké. Terug naar de open posities. Terug naar de open positie. De transacties die werden afgesloten. De basis daarvoor was de begroting en de meerjarenbegroting die ieder jaar werd opgesteld. De meerjarenbegroting betreft een periode van 10 jaar, dus het komende jaar plus of voorlopig tot 10 jaren. Daarin zitten huidige leningen. En nog aan te gaan leningen. Onder nog aan te gaan leningen, die zijn er nog niet. Maar je gaat wel al, bent al volop bezig met plannen voor investeren. Dat is, en als je daarmee bezig bent, dan maak je voor een deel daar al kosten voor. Of je gaat kosten maken. Ervaring leerde dat Vestia gemiddeld tussen de 700 en misschien wel 1000 nieuwbouw huurwoningen per jaar opleverde, zoals ik daar straks zei. En op grond daarvoor zijn ook derivaten. Of dat zou leiden tot een grotere netto of een grotere schuldpositie. En dat risico wat daaraan verbonden was, daarvan is afgesproken, even in lijn met de richtlijnen van het WSW. In die zin, er mag niet meer dan 15% van je leningenportefeuille in 1 jaar vervallen. Mm-hmm. In dat kader zijn ook die derivaten afgesloten. U noemt dat een open positie. Ik noem dat meer het afdekken van de investeringsopgave ook voor de komende jaren. De Vries die moest binnen geformuleerde risicokaders blijven. Dat stond ook in dat statuut.
Zijn die geformuleerd, die risicokaders? Er zijn weinig risicokaders geformuleerd. Zoals ik zei, niet overhedged. In het kader van RJ 92 is in feite niet dus het netto afdekken van de... dat er in ieder geval dat er geen overhedge is, dat is één. En twee was de basispunt gevoeligheid. Van hoe gevoelig ben je ten aanzien van renteontwikkelingen. Nou, op enig moment was de basispuntgevoeligheid 10 miljoen. Is ook besproken in de Treasury Commissie, dat is te hoog. Wij willen dat terugbrengen naar 5 à 7 miljoen. Maximaal, gekoppeld ook, en dat is dan met name ook gekoppeld, hoeveel middelen heb je beschikbaar om margin calls, ofwel onderpand aan banken te betalen, op het moment dat de rente daalt. En dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste kaders die gedefinieerd zijn. Als we kijken wat er feitelijk allemaal gebeurde en hoeveel en complexe producten de Vries allemaal afsloot, dan ontstaat de indruk bij onze commissie, meneer Wevers, dat het statuut, het financieel statuut, een papieren tijger was. Omdat eigenlijk iedereen maar een beetje deed wat hij wilde. Wat vindt u daarvan? Nou, die visie deel ik niet. Laten we zeggen, met de kennis van toen, dat we de risicokaders die gedefinieerd waren klein. De risico, dat is met de kennis van toen. Laten we zeggen, de derivaten die afgesloten werden, de producten. Als iets niet standaard is, krijgt het al bijna onmiddellijk al de kwalificatie exotic. Want misschien zoals u dat zou noemen, giftig. Laten we zeggen, ja, het palet van producten was wel benoemd. En nogmaals, ja, daar vond dan periodiek een toets op plaats. Ja, en dat achteraf bezien, geconfronteerd, dan zeg ik dat de basis, met name de basispunt gevoeligheid, ofwel de gevoel, of de gevoeligheid voor renteontwikkeling, die substantieel hoger was dan ja, het getal wat de heer De Vries noemde. Ja, dan zeg ik, dat raakt mij nu nog steeds. Ja. We zien wel dat in 2011 het financieel statuut wordt aangepast. En dat betekent, we hebben dat nagelezen, meneer Wevers, dat De Vries nog meer bevoegdheden krijgt. Er staat namelijk expliciet in het nieuwe financieel statuut dat open posities voor derivaten zijn toegestaan voortaan. De organisatie hoeft ook niet meer de werking en risico's volledig te overzien die De Vries afsluit. Dat staat er echt in. En zelfs twee handtekeningen principe. Wat er eerder nog wel in stond, maar wat niet gehandhaafd werd, is er nu ook uitgehaald. Waarom gebeurde dit allemaal? Wie kwam er nou met zo'n nieuw statuut? Even, meneer De Vries kwam met een nieuw voorstel voor het statuut. Dan even toch op de inhoud. Open posities, laten we zeggen, er staat ook in kostprijs hedge accounting. Laten we zeggen, dat was voor mij ook voor een belangrijk referentiekader. Heb je een open positie te ja of te nee? En dat men momenteel anders kijkt, en mensen noemen dat soms voorscheidend inzicht, zoals KPMG het later noemde. Dat op een andere manier bekeken wordt dan wat Deloitte vast dat aangaf. Ja, dat vind ik heel spijtig. Maar laat me zeggen, ik noem dat geen open positie.
Over de twee handtekeningen. Daadwerkelijk is er nooit iets veranderd. De heer De Vries sluit de deal. Het derivaat wordt getekend door de heer Staal. Het derivatencontract. En voor zover ik mij herinner, is er geen één contract waar inderdaad gewoon meerdere handtekeningen op staan. De heer Staal was ook wat dat betreft bevoegd om dat alleen te doen. Aan de voorkant met het sluiten van de deal en het tekenen van het contract is op zich het vier ogen principe, of de twee handtekeningen heeft een stuk zijn invulling gekregen. Ook de compliance en governance groep heeft een traject gedaan ter behoeve van het Centraal Fonds. Heeft daar ook gesprekken over gevoerd met in ieder geval ook de heer Staal, met mij, met de heer De Vries. En met de Vries zijn ze ook doorgelopen, hoe werkt dat, et cetera. En die hebben ook aangegeven, in principe, voor mij wordt hier het vier ogen principe invulling gegeven. In ieder geval, De Vries kwam met het voorstel en u stond erachter, dat nieuwe financieel statuut. Ja, zeg. Eén ding heb ik me later bedacht. Ik heb een concept gekregen. Ik heb later niet meer geverifieerd of dat aangepaste concept... of dat ook op die wijze naar de Raad van Commissaris is gegaan. En ik heb aan de voorkant gevraagd aan de heer De Vries voor en na, dus 2002 versus 2011... En dan maar zeker de component van de werking en de risico's van de producten dat dat uit is gegaan. Mm-hmm. Heeft hij, en dan moet ik wel terug naar 2011, heeft hij zeker niet genoemd. Mm. Ja, en ik weet niet of ik in het concept wat ik heb gekregen, voor het naar de RVC ging, of het daarin heeft staan. Dat... In 2011 zien wij dat de heer Staal meerdere maanden niet op kantoor is. Hij is dan ziek. Inclusief drie ziekenhuisopnames. Wie tekende in die tijd de derivatencontracten? Alle derivatencontracten bij mij weten zijn getekend door de heer Staal. Met de confirmation is Vestia qua basis al gebonden. Banken waren zeker niet sterk in het tijdige toezenden van de contracten. Meneer Helder, dus u zegt, Staal heeft ze allemaal getekend? Bij mij weten, voor zover ik mij herinner wel. Dus blijkbaar zijn ze naar hem thuis gebracht of achteraf lag er een stapel op zijn bureau? Voor mij ging er met een aantal keren stukken ter tekening naar de heer Staal. Ja, nee, duidelijk. Als het dat is, dan heeft het secretariaat daarvoor zorgen gedragen. Ja, voordat we daar even naar de accountant gaan en ik ook nog even naar meneer Bashir kijk, heb ik nog één vraag voor u op dit punt. De treasury, u was als financieel directeur financiën verantwoordelijk, hè, voor dat stuk in uw toko. De Vries, die was in zijn eentje wat we noemen de front office. Hij sloot die contracten. Hij had één mevrouw, die was medewerkster back office. Zij verwerkte alles administratief wat Staal deed. Dus met z'n tweeën waren zij de treasury department, zoals dat zo mooi heet. U was uiteindelijk de baas. Door die tweekoppige treasury department gingen uiteindelijk zo'n 400 derivatencontracten. En het volume daarvan was vele miljarden, complexe derivatenproducten. Wat vond u daar nu zelf van als directeur financiën? Als u kijkt naar afbreukrisico's voor Vestia als organisatie, dat die 400 zeer ingewikkelde contracten via één spreadsheet liepen met alleen meneer De Vries en zijn ene medewerkster. Het afbreukrisico is fors. In die zin, dat heb ik ook een aantal keer ook met de heer Staal besproken, maar ook, ook wel eens individueel met de heer Vries, De Vries besproken. Het afbreukrisico kan divers zijn. Ziekte,
overlijden, maar ook het vertrek uit de organisatie. In ieder geval in dat kader heb ik eerst overleg gehad met de heer Staal om te kijken van in ieder geval of met name zeker de heer De Vries voor langere tijd te binden was aan de organisatie. Bij mijn weten was dat 2008, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Of 2009. Dat is één. Twee is ook, en dat om een paar redenen, om een gegeven moment te kijken om de front office en de back office uit te breiden. Onder andere vanwege het afbreukrisico. Maar ook wat de accountant heeft genoemd. De heer De Vries heeft wel heel veel macht. Of bevoegdheden. En hetzelfde in zijn variant gaf aan de Compliance en Governance Group. De CCG Groep. Dat heeft in ieder geval toe geleid dat we eind 2010 zegden de front office moet uitgebreid worden. De back-office moet uitgebreid worden. De uitbreiding in de back-office wilde ik ook betrekken bij de Treasury-commissie, om ook de verslaglegging van de Treasury-commissie te doen, om ook de besluitvorming, de besluiten van de Treasury-commissie vast te leggen. Ja, maar voordat een accountant daarmee kwam, gaat jaren aan vooraf, u zelf als directeur financiën, heeft u zich nooit zelf afgevraagd, is dit wel voldoende voor alles wat De Vries doet? Ja, dat heb ik me wel degelijk afgevraagd en dan ook besproken. Zowel met De Vries als met Staal. Het is een... Kijken van inderdaad iemand erbij aan de front office, dan is het ook wel, dan is afbreukrisico met name het wegvallen van. Dan heb ik nog niet over, 400 contracten is misschien wel veel. Maar de vraag of dat qua basis nu heel veel werk altijd oplevert. Dan moet ik zeggen, maar op een gegeven moment werd het meer en meer, ook gegeven het feit dat we regelmatig ook fuseerden, Vestia groter werd, de bedragen groter. Ik wilde ook de afhankelijkheid van de heer, zeker de heer De Vries. Ja. En natuurlijk heb je kijken van, wel eens over gehad, en Marcel, als jij niet zou kunnen, wie kunnen wij uit de markt halen dan om dat op te pakken? Dat werd steeds duidelijker. Dat is lastig. Zeker ook gegeven het feit dat het spreadsheetwerk is. Natuurlijk, er is SG, back office, Excel front office. Je hebt de toets. Maar goed, u heeft in ieder geval er wel eens eerder vragen bij gesteld. Maar in ieder geval is het nog heel lang zo gebleven, hè, dat De Vries er alleen zat met zijn medewerkster. Ik kijk even naar meneer Bashir of hij op dit punt nog een aanvulling heeft. Ja, meneer Wevers, u bent directeur financiën geweest. U was feitelijk de leidinggevende van de Drusseler, Marcel De Vries, waar we het steeds over hebben. En het financiële statuut dat moet waarborgen dat er geen willekeur plaatsvindt en dat kaders worden gesteld aan de werkzaamheid van de Drusseler. Die is dus door de Drusseler zelf opgesteld en blijkbaar niet door u gecontroleerd. En dan is de vraag van, hoe kan dat nou? U trekt de conclusie dat ik het niet gecontroleerd heb. U zei het net zelf. U zei van, ik heb niet gekeken of de zaken die De Vries heeft gezegd ook daadwerkelijk in het financiële statuut hebben gestaan die naar de Raad van Commissaris is gestuurd. En u zei ook nog van, ik weet niet hoe het kan dat opeens dingen eruit zijn geschrapt, zoals dat je geen producten mag afsluiten die je niet begrijpt.
wat ik heb gezegd, of in ieder geval bedoeld heb te zeggen, dat de heer De Vries mij een concept heeft voorgelegd. Dat concept heb ik beoordeeld. Ik heb gevraagd wat een accountantstermen soms wel noemt, de wasbordlijst, wat was het en wat is het geworden. Dat over de werking en de risico's van de producten heeft hij niet genoemd als punt wat eruit is gegaan. Dus u heeft het niet gecontroleerd? Dat is het, wat ik zei, dat is het document wat ik heb gekregen. Wat ik niet meer heb gecontroleerd, of wat ik toen heb gehad, hetzelfde stuk is dat wat naar de Raad van Commissaris is gegaan. En zegt u hiermee dat in het stuk wat u heeft gekregen, dat daar nog de passage dat je geen producten moest afsluiten die je niet begrijpt nog stond? Dat weet ik niet zeker. Maar ik heb me gevraagd van welke dingen zijn veranderd. En voor zover ik me herinner was die component er echt niet bij. Dus u weet het niet meer? Nee, en dan zeg ik, en ik ben geen specialist in Word om te zeggen van nou, dit is de oude versie, dit is de nieuwe versie en wat zijn de verschillen? Ja. Zoals advocatenkantoren dat heel goed kunnen. Helaas, die vaardigheid ontbeert mij. Versies vergelijken, dat is een optie dat bij wordt. Maar dat zal ongetwijfeld, maar ja. Ik zeg dat ik die vaardigheid ontbeer, dat ik dat dus niet weet. Ja, u hebt het niet gecontroleerd, zegt u. Maar dan is mij nog steeds niet duidelijk van wat u dan bedoelt met de vier ogen principe. Een vier ogen principe? Want u zei van, er is eigenlijk niks veranderd. Er was een vier ogen principe, dat is gebleven. Maar de heer De Vries die had mandaat om contract te tekenen. En dan doet hij het toch in zijn eentje, dus met twee ogen. Meneer De Vries sluit de deal. Dat is de dealmaker. En maar als je het eenmaal die had gesloten hebt, dan kun je niet meer onderuit komen. Ja, dan is de Vestia-organisatie gebonden. Klopt, dat dus dat zijn twee ogen. Dat zijn twee ogen. Dan mis ik er nog twee. Ja, dat. Als ik nu kijk naar het contract. Even vanuit de back-office wordt getoetst van wat van de bank is ontvangen. Is dat ook wat De Vries heeft aangegeven? En dat wordt getekend door de heer Staal. En dat zijn de tweede paar twee ogen. Het is niet het vier ogen principe bij het sluiten van de deal. Ja. Dat ben ik met u eens. Maar laten we zeggen, CGG geeft aan, ja, hiermee wordt in principe ook het vier ogen principe vormgegeven. Als het net had over de front office en de back office, dus een uitbreiding van de front office, had inderdaad de mogelijkheid gegeven om dat letterlijk vier ogen op het moment van de dealmaking te organiseren. Maar dan nog terug naar het moment waarop de contracten worden gesloten en dat hij ook niet meer als Vestia onderuit kon. Dat waren twee ogen. Dus één persoon die het deed en die ook volledig een mandaat had gekregen. En ook nog een persoon waar u de baas van was. Dat klopt. Met het gegeven dat zoals dat in de Treasury Commissie ook besproken is. En de volmacht die de heer Staal heeft gegeven, is daarmee, heeft de heer De Vries de bevoegdheid om Vestia te binden. Meneer Wevers, we gaan even naar de accountant, de externe accountant. U bent zelf ook registeraccountant, begreep ik? Niet meer. Ik heb in februari een brief gestuurd naar de NBA. Oké. Okay. Ik hecht eraan, omdat ik bij het besloten verhoor heeft u gevraagd, u bent accountant. Daarop heb ik ja gezegd. De NBA heeft pas na een reminder van mij eind maart bericht dat ik uitgeschreven word of ben.
Maar al die jaren bevestigd was hij het wel. Maar de NBA heeft dat met terugwerkende kracht gedaan. Ja. Dus de uitschrijfdatum is 1 maart. Mm-hmm. Ja, het gaat niet precies om NBA. Ja, het gaat erom dat u zelf de kennis en het niveau heeft van iemand die is opgeleid tot een registeraccountant. Dat bedoel ik daarmee aan te geven. Was u het die de dagelijkse contacten onderhield met controlerend accountant Deloitte bij Vestia? De contacten die ik onderhield met de accountant, dat zijn zeker niet de dagelijkse contacten. Ik had de contacten meestal met de tekenend accountant. Mm-hmm. Dat was in de eerste jaren de heer Klop. En in 2010 was dat de heer Noorlander. Ja. Dat wil niet zeggen dat de controleleider die ook op de job zat, dat ik die niet regelmatig zag. Precies. Maar u had het over dagelijkse contacten. Nou ja, nee. In ieder geval de begeleiding van het controleproces. Die nam u als directeur financiën dan ter hand. Hoe noemt u dat? De dagelijkse controle. Ja. Daar komt een accountant over de vloer. Die heeft een controlepraktijk en de begeleiding ervan vanuit de organisatie van Vestia. Dat was uw verantwoordelijkheid als directeur financiën. Klopt dat? De formele zijde begin. Ik tekende meestal de opdracht, de jaarlijkse opdracht. Daarmee ook besprak ik ook met de tekenend accountant. En dat was vaak de controller ook bij en mm-hmm. de controleleider vanuit het accountskantoor. Mm-hmm. Nog even, zijn er nog specifieke aandachtspunten die jullie willen meenemen? Ja. Nee, prima. Wie gaf nou op formeel bij Vestia de opdracht aan een accountant om te komen controleren? Het benoemen is een bevoegdheid die de Raad van Commissarissen toekomt. En die kan dat mandateren aan het bestuur. Hebben ze dat gedaan, dat mandateren? Het benoemen heeft de RVC zelf gedaan. Okay. In ieder geval 2011. Want laten we zeggen, dat over 2010. En ik vermoed dat inmiddels bijna 13 jaar geleden met de heer Klop ook zo het geval was. Ja, precies. Als er nou opmerkingen kwamen van de accountant in de zogenaamde management letter, wie pikte dat dan op om daar vervolg aan te geven binnen Vestia? Meestal deed ik dat samen met de controller. Laat me zeggen, de management letter ging naar de raad van bestuur. Dat was Staal in zijn eentje. Dat was de heer Staal. En laat me zeggen, en daarna kwam de management letter naar mij toe. En moest u dan daar opvolging aan geven, aan die aanbevelingen? Meestal was het besluit om de opvolging op te pakken, want soms beargumenteerd ook niet te doen. We hebben één keer een aanbeveling gezien van Deloitte om te gaan kijken naar derivaten. Die wilde men steekproefsgewijs controleren. De administratieve organisatie moest nog eens goed tegen het licht worden gehouden bij de Treasury, zowel qua procedures als risicobeheersing. Uiteindelijk komen er 3 pagina's die gaan alleen over kostprijs hedge accounting, maar niet over al die dingen die als aanbeveling stonden in de management letter. Waarom heeft dat nooit plaatsgevonden, de uitvoering van al die aanbevelingen? Even over welke periode heeft u het nu? Dat is in 2009, maar het was de management letter bij de jaarrekening 2008. Toen kwam meneer Klop met het verhaal wat ik net opsomde. We moeten alles gaan controleren. Treasury, derivaten, risico's. Uiteindelijk komt er dus 3 pagina's, gaat alleen maar over kostprijshedging, maar niet over al deze dingen. Waarom werd dat niet uitgevoerd? Nou, ik weet niet of het niet allemaal werd uitgevoerd. Die pagina's die komen, is een verslaglegging van de rapportage over de kostprijs hedge accounting.
daarin wordt in meegenomen. Of in de gesprekken die ik met de heer Klop heb gehad, werd er gesproken. Kijk naar. Naar de, of er zijn steekproeven geweest ten aanzien van de derivaten. Even, ik geloof dat er wel 3 of 4 weken specialisten van Deloitte Vast daarmee bezig zijn geweest. En dan zeggen, en de steekproef die zij hebben genomen uit het geheel, daar zat er ook nog de controleleider van Deloitte zat erbij. Mm-hmm. Dus bij mijn weten zijn er steekproeven genomen. Is er ook gekeken, laat me zeggen, de aanbeveling. Kijk voor mij ook dat de administratieve organisatie, volgens mij in de rapportage staat ook, dat die voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Maar dat is 2008 of 2009, dat weet ik niet 100% zeker. Ja, want al die dingen vind ik in ieder geval niet terug in die 3 pagina's die wij hebben aangetroffen van Deloitte. Dat was echt een klein rapportje over 1 thema. Dus dat vind ik dan wel vreemd dat ik dat nergens kan zien of vinden. Welk rapport bedoelt u dan? Of die 3 pagina's? Dat was een rapport van Deloitte 2009, waarin ze ingaan op kostprijs hedge accounting van 11 augustus 2009. Ja. Al die dingen die u net opzomt, die staan daar niet in. Nee, dat klopt. Even kostprijs hedge accounting. In de rapportage die u leest, die u benoemt, is de rapportage van Deloitte Financial Advisory Services. Dat is niet de rapportage van Deloitte Accountants. Hm. En laten we zeggen, en ja, die gaat dan specifiek in op het vraagstuk van de kostprijs hedge accounting. En de richtlijn voor de jaarverslaggeving 290. Ja, waarom ging u in 2010 naar een andere accountant? Waarom kwam KPMG in plaats van Deloitte? Niet ik ging naar een andere accountant. Vestia ging naar een andere accountant. De heer Klop was inmiddels, was 2009, was wat hij zelf aangaf, zijn 10e controlejaar. Dat betekent volgens de interne richtlijnen ook van Deloitte, eigenlijk het maximaal aantal jaren was. Nou, ofwel, het is het laatste jaar van de heer Klop als tekenend accountant. Okay. En dan kun je ervoor kiezen om Deloitte als accountant te houden. Mm-hmm. Maar laten we zeggen, dat vraagstuk is niet aan mij. Maar dat is een primaire bevoegdheid van de Raad van Commissarissen. Dus dat is ook besproken met de Raad van Commissarissen. Daar is gevraagd van, zullen we breed, wilt u automatisch doorgaan met Deloitte? Of wilt u kijken van, wij overwegen om ook naar een ander kantoor te gaan? Ja, toen kwam KPMG, die waren goedkoper, begrijp ik. Er zijn 5 kantoren geweest. Ja, KPMG was het goedkoopste. Even een beetje strakker naar de antwoorden toe. Ja, strakker naar de antwoorden toe, maar dat klopt niet. Even, er zijn een aantal criteria geweest om te kijken van welke accountant. Kun je kort samenvatten waarom KPMG was niet de goedkoopste? Waarom zijn ze het wel geworden? Waarom zijn ze het wel geworden? Dat is vakbekwaamheid die wij proefden, het team, kosten speelden maar beperkt mee, laten we zeggen, maar dat weet ik niet zeker, voor mij de 3e in de rij qua kosten, maar met name vakbekwaamheid, het team, dat waren de belangrijkste componenten. Was KPMG aanzienlijk goedkoper dan Deloitte? Als ik kijk naar het budget waar Deloitte het voor deed in de voorgaande jaren? Uh,
KPMG was goedkoper dan Deloitte. Maar Deloitte in zijn offerte was ook goedkoper dan Deloitte. Als u nu dat gold voor eigenlijk voor alle vijf de accountantskantoren. Dat zij goedkoper waren dan wat Deloitte daarvoor factureerde. Mm-hmm. Eigenlijk vond ik het verschil nog meevallen. Want soms is het wel een hele competitieve markt. Hebben de accountants het goed gedaan bij Vestia, als u daar achteraf naar terugkijkt? Deloitte en KPMG? Met het beeld van toen ben ik van mening dat zeker Deloitte het goed gedaan heeft. KPMG vind ik lastiger. Omdat zij hebben aangegeven de controle te doen, te kunnen doen, ook vanuit hun eigen team. Laten we zeggen, vaktechnisch. Mijn beleving of mijn ervaring over een stuk over de controle 2010, dat zijn dan de gesprekken die ik gehad heb vooraf. En niet alleen ik, maar ook anderen. Die ze hadden op alle vakgebieden die de revue passeerden, dat ze de verslaggevingsrichtlijnen wel heel goed kenden. Mm-hmm. Oké. Meneer Bashir. Meneer Wevers, onze commissie is een aantal brieven opgevallen die door de banken naar Vestia is gestuurd. Het gaat om brieven van ING, ABN AMRO en Rabobank. In deze brieven staan waarschuwingen over de zorgen van deze banken over de derivatenportefeuille van Vestia. En mijn eerste vraag aan u is of u deze brieven kent. De brief van de ING ken ik het beste. De brief van ABN AMRO weet ik in ieder geval dat ik die gezien heb. De brief van de Rabo kan ik mij niet herinneren. U zegt van ik ken de brief van ING het beste. Daarin wordt de kredietrelatie door ING opgezegd. Vervolgens schrijft de heer Staal een brief terug naar ING. Wie heeft die brief geschreven? Althans, de handtekening van de heer Staal staat onder de brief als antwoord. De heer Staal vertelde onze commissie dat hij zelf die brief niet had geschreven, alleen ondertekend. Wie heeft dat dan wel geschreven? Ik vermoed dat de heer De Vries is, al dan niet nog met hulp van anderen uit de organisatie. Volgens mij heb ik hem niet geschreven. U hebt hem wel gezien, het antwoord? Weet ik niet meer. Kan ik me niet herinneren. Dat is een brief waarbij de heer Staal ING kleineert en zegt bijvoorbeeld dat ING geen ervaring heeft. Als ik die brief, interpreterend van wat u zegt, dan zou ik zelf mijn voorkeur hebben over wat gematigde toonzetting. Nee, het gaat mij niet om de toon, maar het gaat erom om te achterhalen wie de brief heeft geschreven. Ja. Ik zei net dat deze banken zich zorgen maakten over de derivatenportefeuille van Vestia. Mm-hmm. ABN AMRO vertelde geen nieuwe contracten met Vestia aan te willen gaan. ING zegde de kredietrelatie op. Heeft dit niet bij u de bel doen rinkelen van nee, je moet kijken van wat er nou aan de hand is? Laat me zeggen, die ING kan ik redelijk goed voor mijn geest halen. U begint bij het eind, de brief dat ING de relatie heeft opgezegd. Het begint natuurlijk met, er is ook een gesprek geweest. En ook inderdaad uiteindelijk de opzeggingsbrief. Bij het gesprek met de ING waren de heer Staal, De Vries en ik aanwezig. Ja, nee, dat weten we. Ja, maar mijn vraag was een andere, namelijk zij hebben de kredietrelatie uiteindelijk opgezegd, de waarschuwingen die binnenkwamen. Wat heeft u toen met die waarschuwingen gedaan? Ik hecht er toch aan om terug te gaan naar het gesprek. Ja, maar meneer Wevers. En ook meneer in Wevers, de reactie van... Meneer Wevers,
Onze commissie heeft al heel lang onderzoek gedaan naar de feiten. We weten dat er gesprekken zijn plaatsgevonden. Gisteren hebben we verhoren gehad, of ja, eergisteren hebben we verhoren gehad. Mm-hmm. Ik weet niet of u die gevolgd hebt. Dan had u anders geweten dat die zaken ook aan de orde zijn gekomen. Mij gaat het niet erom dat er gesprekken hebben plaatsgevonden. Mij gaat het erom dat de kredietrelatie uiteindelijk is opgezegd. Er zijn grote Nederlandse banken. Die waarschuwingen sturen naar Vestia. U bent directeur financiën. En dan is mijn vraag van, heeft u niet even zitten nadenken van, ja, misschien is er toch wel echt iets aan de hand. Misschien moet ik het toch nog even laten nachecken. ING, het beeld wat wij gedrieën hadden, dat ING primair eigenlijk de marktwaarde, een CIC wilde, met de marktafrekening tussen partijen. Met, zoals wij dat noemen, nul threshold, ofwel gewoon alle marktwaardes afrekenen. Er was eerder dus contract tussen Vestia en ING over derivaten, waarbij de marktwaardes niet afgerekend zouden. En wij proefden het, in ieder geval, dat een onderhandelingspunt was, een onderhandelingstactiek van ING om tot marktwaarde afrekening te komen. Of, zoals je dat ook voor mij mag noemen, even het debiteurenrisico op nul zetten. Dat is zo hebben dan wij dat. Dan nu mijn vragen. Ja, en dan, ja, laat maar zeggen. Daar wilde Vestia, zeker de heer Staal, zich niet aan conformeren. We zijn contracten aangegaan en de partij moet de contracten nakomen. Dat in het gesprek is toen aangegeven, en volgens mij door beide partijen, ja, dan houdt het hier op. Ja, dus om te kunnen concluderen, concludeer ik niet dus dat u de brieven niet als een waarschuwing hebt opgevat. Van, er is iets aan de hand met de derivatenportefeuille van Vestia. Nee, de brief van ING. Daarvan geldt dat ik zeg, dat is een onderhandeling. Dat hebben wij beschouwd als een onderhandelingstactiek. Ja. Dat daar even, dat was. Dus u hebt het niet opgevat als een waarschuwing? Maar beperkt opgevat als een waarschuwing. Maar laat me zeggen, daar, in dat kader vond ik het ook prettig. Zoals ze dat zeggen, dat de financiële specialisten van Deloitte zich gekeken hebben naar de derivatenportefeuille van Vestia. Dat is één kant. En twee, ING stelde volgens mij ook voorwaarden waar Vestia voor een deel nog niet aan kon voldoen. Ja. Dan nog terug naar uw antwoord. Die zei van, ik heb het beperkt opgevat als een waarschuwing. Vervolgens komen ook nog andere banken met brieven waarin ze hun zorgen uiten. Wat bedoelt u met beperkt opgevat als een waarschuwing? Zoals gezegd, de brief van de Rabo ken ik niet. ABN AMRO. Kent u het niet of bent u het vergeten? Ja, dat weet ik dus niet. Ja. Wellicht kunnen we kijken of we die brief nog even zometeen aan u kunnen laten zien. Maar u bent directeur financiën en van een organisatie die zegt financiën als core business te zien, dan zou u toch deze brieven moeten kennen. Ik kijk even naar de voorzitter. Ja, maar even, u noemt ineens nu financiën als core business. Maar als ik me goed herinner is dat een artikel van een interview van de heer Staal met Cobouw. Dat klopt. Laten we zeggen, het interview was al gegeven. Zowel de heer Van der Vlist als ik, Van der Vlist, directeur strategisch beleid en communicatie, waren, even excuseer me, pist over de inhoud van het interview. Vooral ook omdat financiën niet onze core business is. Volkshuisvesting is de core business. Ja, maar het interview was geweest. Ja, dan kan je marginaal. Ja, we hebben het nu niet over het interview meer. Ja, maar, u probeert het steeds uit te wijden. Maar ik wil toch dat u even teruggaat naar de kern van onze vragen.
Want we hebben gewoon, want u bent directeur financiën geweest. U was de leidinggevende van Marcel de Vries. Er komen brieven binnen waarin waarschuwingen staan. Banken zeggen hun kredietrelatie met Vestia op. Andere banken zeggen geen zaken meer met Vestia te willen doen. En mijn vraag is dan gewoon heel erg gericht op uw rol, namelijk u was directeur financiën. Wat heeft u met al die waarschuwingen gedaan? En u zegt, ik heb het opgevat als deels als een waarschuwing. Dus dan is mijn vraag, van wat heeft u met die waarschuwing gedaan? Nou, laat me zeggen, van wat ik me herinner, natuurlijk zijn er kritische geluiden in het gesprek met de ING over tafel gegaan. Nou, in dat kader heb ik ook, ja, daarom ook schakel ook deels de specialisten van Deloitte in. Voor een deel gebeurde dat al, maar dat dan ook gewoon continueren. Als ik zeg, ABN AMRO had volgens mij meer te maken met de fusie ABN AMRO, Fortis en het volume wat zij hadden. Ja, en men wilde soms uit concurrentieoverwegingen alle informatie hebben. Ja, dat is gewoon heel lastig. Dan zeg je, ja, later, maar dat is wel 2010, heeft er toegeleid van aan de heer De Vries van uitbreiding front office, back office en een marktwaarde tool ook om te kijken om aan die informatievoorzieningen te kunnen voldoen. Goed, meneer Wevers, waar onze commissie naar zoekt is, uiteindelijk gaat het gigantisch mis bij Vestia. 2 miljard euro verdampt. U was directeur financiën en zelf een hoogopgeleid financieel expert. Er zijn in de tussentijd waarschuwingen binnengekomen. Na de rentedaling eind 2008 was de negatieve marktwaarde 762 miljoen. Later liep die op naar tegen de 3, in ieder geval naar meer dan 2 miljard euro, de negatieve marktwaarde. Accountants zeggen van we moeten echt dikke steekproeven gaan houden, alles controleren. Banken zeggen de relatie op. Dus waar we als commissie naar op zoek zijn, u als directeur financiën, waarom heeft het nog zo lang geduurd? Waarom is de vulkaan ontploft? Waarom heeft u niet eerder ingegrepen met al uw kennis en uw positie als directeur financiën? Dat is waar we naar op zoek zijn. Allereerst, de accountant heeft steekproeven gedaan. Dat is de rapportage die u weliswaar heel kort vindt, maar dat is de resultante van steekproeven. En ook de confrontatie ook met de plannen die Vestia heeft. Dat alles in het kader ook van de verslaggeving. De waarschuwingen, de brief van de banken, waarvan ik er twee, ING goed ken, ABN AMRO. Herinner me wel, met name herinner de relatie Fortis ABN AMRO. Het niet meer uitbreiden ook van portefeuille. Ja, zeg, het heeft inderdaad langer geduurd. Uitbreiding front office, back office, marktwaarde tool. Speelt wel mee ook dat in WSW in het voorjaar van 2010 aangaf van wij gaan de derivatenportefeuilles gaan we monitoren. Op zich was ik daar heel blij mee. Dan kan je kijken van wat ik daar hoor. Past dat nu in het beeld van wat ik zelf krijg? Ik heb daar in de periodieke contacten die ik had met de relatiemanager, is dat ook een keer of misschien een paar keer heeft dat de revue gepasseerd. Mm-hmm. Wat ik kreeg was lof over Vestia, lof over Marcel de Vries. Mm-hmm. Maar uiteindelijk Vestia die deed het, hè? Vestia was de organisatie die dit allemaal opbouwde. U was daar directeur financiën. Vestia heeft contracten afgesloten. Ja. Nee, dat ben ik met u eens. Meneer Wevers, weet u? Even meneer Wevers. Kijk, ik hoorde ook meneer Staal. Heel vaak wordt er dus gewoon omheen gepraat, moet ik constateren. Want er wordt iedere keer een hele trits in de hele wereld opgesomd die het allemaal wel goed wisten. Maar Vestia sloot de contracten. U was daar directeur financiën. En er was een negatieve marktwaarde al in eind 2008. Voor een astronomisch bedrag van 762 miljoen stond u al rood met de derivaten. Dat liep op naar 2 miljard.
Het is nog één keer naar u toegespitst, meneer Wevers. Mm-hmm. U was directeur financiën. Waarom greep u niet in? Op dat moment hebben we, met de kennis van toen, heb ik niet ingegrepen. Mede van hoe ver, wat is de buffer die je hebt om ook aan de liquiditeitenvraag te voldoen. Gegeven het feit ook van de beleggingen die je had, de liquide middelen die je had. Dat waren grote bedragen. Ik weet nog dat de heer Rink van WSW belde naar de Vries van: kunnen jullie aan jullie betalingsverplichtingen voldoen? 2008. Vestia kon aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Ja, het was een heel groot bedrag, dat klopt. Maar dat was ook een van de redenen dat Vestia een grote buffer aanhield. Wat mij, de informatie die ik kreeg van basispunt gevoeligheid, 10, 5 à 7 miljoen. Dat is dat later bleek dat de basispunt gevoeligheid een stuk hoger was. Ben ik enorm van geschrokken. Nee, goed, maar meneer Wevers, u was financieel directeur, maar ik hoor niet dat u daar zelf de verantwoordelijkheid heeft om eerder te hebben moeten kunnen ingrijpen. Dat is eigenlijk wat onze commissie toch zocht. Ja, u zat daar in die stoel als directeur financiën. Ik geef wel nog even het woord aan collega Bashir, die heeft nog wat andere vragen voor u. Meneer Wevers, op een gegeven moment heeft de heer Staal, en dat was op 31 januari 2012, zijn ontbinding van arbeidsovereenkomstbrief naar Vestia gefaxt. Dat was om 16:22. Vervolgens blijkt uit ons onderzoek dat om 16:59 een bedrag van 3,5 miljoen euro ingevoerd is in de computer om over te maken. En 3 minuten later wordt dat bedrag getekend en uitbetaald. Het zijn bruto bedragen. Maar ik wil u vragen, meneer Wevers, wie u opdracht heeft gegeven om binnen zo'n korte tijd te handelen. De vergadering van de Raad van Commissarissen is bij mij weten op 30 januari geweest. Ik ben bij die vergadering bij geweest. Daarbij was de conclusie dat de vergoeding die aan de heer Staal, dat men daar niet onderuit kon. Dat de Vestia daaraan gebonden was. Op de 31ste januari heeft de juridisch adviseur van Vestia, de heer de Keizer van de Brouw, mij aangegeven van: aan de voorwaarden is nu voldaan, we kunnen de betaling verrichten. Eerder is er al een pro forma berekening gemaakt van wat moet Vestia betalen. En dus u zegt de Raad van Commissarissen die heeft geconcludeerd dat we die betaling moesten uitvoeren. Maar u hebt heel snel gehandeld, namelijk 40 minuten nadat de brief van de heer Staal binnen was gekomen, stond al zijn ontslagvergoeding op zijn rekening. Het was geen ontslagvergoeding, het was een pensioenbijdrage, officieel. Maar ik vraag me af van hoe het kan dat het dan zo snel gehandeld is. U wist dat er een fax binnen zou komen, of zo. Kunt u misschien dat beantwoorden? Wij wisten dat er contact was tussen de heer De Keizer en bij mijn weten de advocaat van Staal. En laat me zeggen, dus ik wist dat het als goed is, zat het eraan te komen. En, laat me zeggen, en met Telebank hier, en als de salarisstrook in pro forma al klaar is, kun je dat op een hele snelle manier doen. Telebankieren. Ja, laat me zeggen, dat heeft zelfs nog geen 40 minuten nodig. Is er nog contact geweest tussen u zelf en de heer Staal? Van betaal mijn
pensioenbijdrage nu uit? Nou, dat zeker niet. En dag daarvoor ook niet? Nee, laat maar zeggen. De bevoegde, de Raad van Commissarissen heeft het besluit genomen. Ik moest het in ieder geval wachten op het signaal. Dat er moest nog een aantal voorwaarden ingevuld worden. Ja, en dat signaal moest ik van iemand krijgen. In dit geval heb ik dat gekregen van de juridische adviseur van Vestia. Ja, en wie was toen de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vestia? Die u toen opdracht gaf om die 3,5 miljoen euro bruto over te maken binnen 40 minuten? De voorzitter van de Raad van Commissarissen was de heer Molenaar. Die heeft samengevat in de discussie van de Raad van Commissarissen het verzoek om over te maken, heb ik ontvangen van de heer De Keizer, van de juridisch adviseur van Vestia. Ja. We hebben ook de heer Erens hier gehad. Hij is interim bestuurder geweest bij Vestia. Hij moest orde op zaken stellen. En hij vertelde dat als hij de volgende dag, dus de dag nadat u het geld hebt overgemaakt, aan de slag was gegaan, dat hij dan had voorkomen dat dat geld was overgemaakt. Want hij zei, we hadden geen geld om het personeel te betalen. We hadden zelfs geen geld voor papier, voor onze printers. Dus de heer Staal had achteraan de rij kunnen aansluiten. Vanwaar de prioriteit om eerder de pensioenbijdrage van de heer Staal uit te betalen dan bijvoorbeeld papier te kopen voor de printers? Ja, ik noem het geen kwestie van prioriteit. Er is een... De heer Staal wilde pas zijn ontslag indienen op het moment dat er overeenstemming was, ook over het uitbetalen van de vergoeding. En daaraan gekoppeld de vrijgave van de bedragen die in depot waren gestald. Het is niet de kwestie van... Dan zeg je, ja, en wat de heer Erens zegt, ja, dat zijn woorden van de heer Erens. Het is een uitvoering van de opdracht of het besluit van de Raad van Commissarissen. De volgende dag, of de volgende dagen dat de heer Erens op kantoor kwam bij u, vertelde hij dat u weigerde opheldering te geven over de betaling die had plaatsgevonden. Wat was daar de reden van? Er was een instructie van de Raad van Commissarissen, in dit geval van de heer Molenaar, dat de stukken in de kluis zouden liggen. En als de nieuwe bestuurder dat zou willen hebben, dat hij zich zou moeten vervoegen bij de heer Molenaar. Kijk naar de voorzitter. Goed, dank u wel, meneer Bashir. Meneer Wevers, heeft u iets van een verantwoordelijkheid zelf, verantwoordelijkheidsgevoel naar de huurders van Vestia, die 2 miljard euro hebben zien verdampen? Hoe zit u daar zelf in, achteraf? Nee. Het doet me enorm zeer wat er gebeurd is. Als ik dan zeg, dat gaat niet alleen naar de huurders van Vestia. Dat gaat naar de sector. Gaat naar medewerkers van Vestia. Dat gaat naar heel veel mensen. Wat ik me, en daar lig ik nog regelmatig wakker van. Had ik dit kunnen zien? Voor mij ook de vraag van, als ik nu weer met de kennis van toen, had ik dan dezelfde besluiten genomen? Dan denk ik haast dat ik dat weer zou doen. Het doet mij heel veel pijn. Had ik het kunnen zien, daar ben ik wakker van. Maar inderdaad, ook de consequenties zijn gigantisch. Dat realiseer ik me te degen. Maar je zou het weer doen, zegt hij. Ja, met de kennis van toen, ja. Ik geef nu even het woord aan collega Oskam. Ja, voorzitter, dank u wel. Even daarop doorgaand. U begon het verhoor met de stelling van, hoe heeft het kunnen gebeuren? En logisch dat we vandaag ook kijken naar uw rol en verantwoordelijkheid, meneer Wevers.
Ik heb het zo eens anderhalf uur zitten aanhoren. En wat bij mij blijft hangen is dat u een hoogopgeleid iemand bent. U bent econoom, accountant en u werkt als directeur financiën en control bij Vestia. U heeft de heer De Vries aangenomen. U heeft hem laten doorgroeien tot hoofd van de treasury afdeling. En u was ook zijn direct leidinggevende. Gisteren spraken wij de heer Staal en die wees met een beschuldigende vinger in de richting van de heer De Vries. Dat het door hem komt dat het allemaal zo mis is gegaan. Maar u zat samen met Staal en De Vries, samen met Staal en De Vries in die Treasury Committee. En daar moest, heeft u net gezegd, de heer De Vries zijn plannen presenteren. En dat was nou net de plek om bij te sturen of om op de rem te trappen. Het ging in totaal over een portefeuille van 21 miljard aan derivaten. En als we dan kijken naar die administratie, dat is ook bij mij blijven hangen, dan was dat geen solide administratie, maar dan was het 1 A4'tje, de Excel-sheet waar collega Bashir gisteren ook over sprak. Op de vraag hoe u zelf in die derivaten zat, zei u, ja, ik heb er redelijk verstand van, maar ik weet ook niet alles. En dat is de reden dat we accountant hebben ingeschakeld, Deloitte. Maar Deloitte die had het ook allemaal niet in de smiezen wat de heer De Vries deed. En wat er dan in 2011 gebeurt, dat grenst aan het onwaarschijnlijk, het financieel statuut wordt zodanig aangepast dat alle checks en balances verdwijnen en dat De Vries alle ruimte had. En u heeft ook uitgelegd dat u een enorm vertrouwen in de heer De Vries had. En verder is het net aan de orde gekomen het negeren van signalen van banken. Even over die derivatenafdeling. Dat is denk ik goed dat Nederland begrijpt hoe dat in elkaar zat bij Vestia. Er was een front office, dat was de heer De Vries. Die maakte de deals, die deed ook eigenlijk alles, dat was ook het brein. En je had een back office, dat zei heer Staal gisteren. Nou, dat klinkt allemaal heel chic, maar het was niet meer of minder dan een administratief medewerker die, zoals al gezegd is, de administratie deed. En natuurlijk niet dat kon controleren en ook geen feedback kon geven en kritiek kon geven aan De Vries. Nou heeft het debakel 2 miljard aan volkshuisvestelijk vermogen gekost. En wat ik me nu afvraag over uw rol, heeft u nou slecht opgelet en heeft u alle ruimte voor checks en balances weggegeven en u overgeleverd aan één persoon, De Vries? Of kon u het gewoon niet? De heer De Vries heeft heel veel ruimte gekregen. Dat is een keuze die gemaakt is. Een keuze waarvan je achteraf zegt, te veel ruimte. Als u kijkt van de vraag van, kon ik het niet? Dan zeg je, ik ben geen specialist. Wat de heer De Vries deed, dat was duidelijk meer dan 1 A4'tje, maar dat even terzijde. Naar mijn beeld had ik er voldoende zicht op. En, ja, en dan is het ook de signalen die je krijgt van buiten, die alleen maar bevestigen van wat we al hadden. Van Vestia, een corporatie met veel expertise op derivaten, en dan primair heel belangrijk deel meneer De Vries. Dat komt van banken, van accountants, WSW, Centraal Fonds, BZK of hoe de voorgangers ook mogen heten. Er zijn beoordelingen geweest of ook nog gekeken door accountants in een aantal jaren, ook hoe de administratieve organisatie in elkaar stak. Daarvan was dat voldoende was. Ja, ik concludeer dat ik het niet gezien heb. Had ik het moeten zien, dat is de vraag waar ik zelf heel veel mee worstel. Heb ik iets achtergehouden? Zeker niet. Goed, meneer Wevers, we zijn aan het einde van het openbaar verhoor. Ik wens u alle sterkte met uw gezondheid. Dank. Dank u wel. Ik sluit deze vergadering.